En we gaan hier wegrijden bij het CBR. Dan gaan wij linksaf. Goed opletten op andere lesauto's die ook eventueel weg willen rijden. In het kruispunt hier gaan wij linksaf. Let goed op, beide kanten moet het vrij zijn. Let ook op de fietsers van beide kanten. Bij de verkeerslichten gaan wij rechtdoor. We rijden op de eerste Barendrechtse weg. En we gaan hier de eerste straat rechtsaf. Let goed op het fietspad naast je. Dan rijden we hier de woonwijk in. En dan gaan wij de eerste mogelijkheid linksaf. Dus de eerste mogelijkheid gaan wij linksaf. Nou hoor je de eerste mogelijkheid of eerste gelegenheid, staat er waarschijnlijk een verbod. Deze eerste straat mogen wij niet in. Dus de eerste gelegenheid, mogelijkheid is voor ons deze straat, de Tromstraat. Die gaan wij linksaf in. Hier linksaf. Het is moeilijk te zien de rechterkant, dus ik ga hem even terugschakelen naar de eerste versnelling. Blijf goed kijken. En dan ga ik nog een keer linksaf. Hier rechtsaf. De kant waar we vandaan kwamen. En dan gaan we dit kruispunt. Dan gaan wij er rechtsaf. Let goed op, twee maal rijden dan. Dus eerst het fietspad en de fietsers letten. En daarna op de bestuurders.
verkeerslicht, dan gaan wij linksaf. Eventueel op de voetgangers. Wij gaan hier rechtsaf. Goed op het fietspad hier. Ook goed doorkijken. En dan gaan wij hier rechtsaf. Let op het fietspad. Als je rechtsaf slaat. En dan gaan wij de parkeeropdracht hier uitvoeren. Bij de supermarkt, de Jumbo. Rijden we een stukje door. En dan gaan wij hier het parkeerterrein op. Ik kies een makkelijk plekje. Dan gaan we tussendoor rechtsaf. Dan hebben we hier wat parkeervakken. Nou, ga ik hem vooruit in een vak zetten. Dat ik ook weer makkelijk weg kan rijden. Gaan we wegrijden. Nou, hier hebben we verplichte rijrichtingen. Dan moeten wij linksaf. Dus dat gaan we ook doen. Let wel goed op de rechterkant en er kan nog wel een bestuurder van die kant komen. Wij gaan aan rechtsaf. Ik loop de fietspad voor, is heel moeilijk te zien vanaf de rechterkant. De rechterkant is moeilijk te zien, dus stapje voor stapje. Rotonde gaan wij rechtsaf. Sorry, het kruispunt natuurlijk. Let goed op het fietspad. Voor het kruispunt. Gaan we nu wel bij deze rotonde gaan wij rechtsaf, de eerste afslag.
kruispunt ga ik hier rechtdoor. De hoge snelheid, hè? Maximum snelheid 30 voor de bocht, dus de derde versnelling, maar rustig de bocht nemen op de 30. We blijven hier rechtdoor rijden, dus de Pascalweg na het CBR. Wij gaan hier bij de verkeerslichten straks linksaf. De bocht op de rechter rijstrook uitkomen. Dus goed doorkijken. De plaats op de weg is de rechterkant. Ik wil straks niet bij de eerste verkeerslichten, maar dan bij de tweede verkeerslichten linksaf gaan slaan. Dus wat ik ga doen, ik ga alvast één rijstrook opschuiven naar links. Zodat ik al de meest linker rijstrook zit, dus op de linker rijstrook die rechtdoor gaat. We moeten verderop linksaf gaan slaan.
deze verkeerslichten, maar bij de volgende verkeerslichten gaan wij links afslaan. En dan gaan twee rijstroken links af. Maar ik ga de meest linker rijstrook nemen. Niet altijd de meest linker rijstrook te nemen, namelijk de plaats op de weg is de rechterkant, maar in dit geval wil ik richting Dordrecht de snelweg. Dus dan zitten we nu gelijk goed op deze rijstrook. Dus Dordrecht, Utrecht, Nijmegen, die richting gaan we volgen. Snelheid opvoeren. Het beginstuk was nog 70 en 80, maar vanaf hier is het ook weer 100. Scherpe bocht, wordt ook geadviseerd om 50 te gaan rijden. Dus hou je snelheid eruit. Het laatste bordje van de scherpe bocht, gelijk je snelheid maken. Dan moeten we gaan invoeren. Dus veel snelheid maken. En wij moeten bij afrit 20 eraf. Bij twee rijstroken naar rechts gaan opschuiven. Dus ga vroegtijdig observeren waar de ruimte zit. Afrit 20, banenrecht gaan wij erop. 300 meter van tevoren in je richting aan. En we gaan straks ook rechtsaf. Na de afrit. Dus ik kan mijn richting aanwijzer even aanlaten. De meest rechte rijstrook. De snelheid eruit halen. Rechte reis om zo goed voor te sorteren om naar rechts af te gaan.
komen zo dadelijk langs het CBR.